Hey guys, welkom bij deze nieuwe video. In deze video laat ik jullie mijn daily make-up routine zien. Welke producten ik gebruik en hoe ik het allemaal aanbreng. Ik wens je heel veel plezier bij het kijken en ik hoop natuurlijk dat je er wat aan hebt. En we zien elkaar straks zonder make-up. En dan ga ik jullie stap voor stap meenemen in mijn make-up routine. Oké, even wat ingezoomd, zodat jullie het verschil beter kunnen zien van met en zonder make-up. Qua kleur en qua dekking. En dan gaan we nu als eerste beginnen op een gereinigd gezicht. Onder de douche heb ik het helemaal gereinigd met een cleanser. Daarna een oogserum, een serum voor het hele gezicht en een dagcreme met SPF. Ik weet dat er nog steeds wel heel veel vragen zijn wat skincare betreft. Dus daar ga ik dan in de toekomst een nieuwe video over opnemen. Omdat mijn skincare routine wel heel anders is weer dan een half jaar geleden. Dus met heel veel plezier zal ik die binnenkort voor jullie maken. In deze video focussen we ons echt puur en alleen op het make-uppen. Dus echt mijn nieuwe dagelijkse make-up routine. Ik zie er eigenlijk iedere dag wel een beetje hetzelfde uit. Heel soms speel ik qua kleur. Maar over het algemeen heb ik wel één soort basis. De producten die ik gebruik in deze video heb ik ook zelf aangeschaft. Ik word ook niet betaald om deze video op te nemen. Geen gesponsorde video. Gewoon uit liefde laat ik jullie gewoon toch even zien wat ik allemaal gebruik. Omdat ik weet dat velen van jullie daar ontzettend veel baat bij hebben. En aan de hand daarvan eventueel ook weer nieuwe producten ontdekken. Die ook weer super fijn zullen zijn voor jullie. Dus dat gezegd hebbende gaan wij beginnen op een gereinigd gezicht. De foundation die ik gebruik is deze van Giorgio Armani. Dit is de Luminous Silk. En ik heb hem in het kleurtje 7.5. En die breng ik eigenlijk gewoon aan over heel het gezicht. Ik doe het met een foundation brush. Ik doe het er eigenlijk op. En dan ga ik het eerst even verspreiden over mijn hele gezicht. En nu lijkt hij eerst nog een beetje gelig. Maar dat trekt zo weg. Dan doe ik het dus een beetje zo spreiden. En voordat ik het er ga inblenden, doe ik nu alvast even een setting spray. Ik gebruik deze van Flower Beauty. Deze kun je bij Kruidvat shoppen. Deze is van het make-up merkje van Drew Barrymore. Ik heb heel veel setting sprays geprobeerd. Ik heb er ook echt 12 of zo. En deze heeft gewoon de perfecte mist. Niet te hard, niet te zacht, niet te veel, niet te weinig. Dus echt een hele fijne. Ruikt ook lekker en is verzorgend. Laat ik dat intrekken of ik doe het zo. Of ik ga zo lekker even waaien. Ik heb die waaier eigenlijk altijd hier liggen. Het gaat dan net even wat sneller. En ik heb deze hack dus gevonden of voorbij zien komen op TikTok. Toen heb ik het geprobeerd. En toen zat mijn foundation de hele dag veel mooier. Dus dat is gewoon een leuke tip. Ook van mij voor jou. Ik moet een beetje zo. Ik moet even een maniertje vinden. Want die camera staat eigenlijk recht voor mijn spiegel. Dus ik ga wel even met mijn kleine spiegeltje werken. Die hartstikke vies is. Dus dat is top. Nots. En dan ga ik het mooi in mijn huid blenden. Ik zal voor jullie alle linkjes opzoeken van de producten die ik gebruik. En die zal ik dan allemaal eventjes in de beschrijving plaatsen hieronder. Zodat als je iets voorbij ziet komen waarvan je denkt, hey, dat wil ik ook graag proberen. Dan hoef je niet te zoeken online, dan staat het er gewoon al. Dus dat ga ik allemaal voor jullie doen. Deze foundation is namelijk dekkend, maar niet te. En hij mengt echt super mooi in je huidstrakjes. Ik neem dus altijd, zoals je ziet, mijn nek mee. Want ik ben eigenlijk best wel wit. En deze foundation is ietsje bruiner dan mezelf, maar dat vind ik op zich wel mooi. En ik hou wel van een gezond kleurtje. Ik moet gewoon weer even een spray tan doen. Ik denk dat ik dat even kijken. Een paar dagen weer even lekker gaan doen. En ook mijn hele huid. Dus echt, ik bedoel mijn hele lichaam. Ik blend het dus eigenlijk gewoon zo in mijn huid. Ik heb dus ontdekt laatst, nou ja, echt al jaren. Ik heb dus twee pigmentstrepen hier. Eerst dacht ik het zijn rimpels. Toen ben ik het gaan nachecken. Het zijn dus helemaal geen rimpels.
Het zijn pigmentstrepen bij mij. Dus dat vind ik heel erg lelijk. Want dan... Het lijken namelijk twee rimpels, zie je hem? Eentje hier, eentje hier. Dus nu ben ik bezig met een pigmentserum. Dat smeer ik me nu elke nacht op. En daar schijnt je pigment een beetje van te verminderen. Dus ik ben daar heel benieuwd naar. En dat zal ik jullie laten weten als ik vind dat dat goed helpt. Zo, dan zit de foundation. Dan gaan wij verder met concealer. Ik doe het dus wel altijd erna. Ik heb eigenlijk verschillende concealers. En ik gebruik eigenlijk elke dag toch stiekem weer een andere. Ik varieer namelijk van de Bourjois. De Healthy Mix. En ik gebruik deze van Olay. En de True Match van L'Oreal. Die drie, die gebruik ik het meest. Vandaag ga ik wel voor die van L'Oreal. Hier zit namelijk ook een beetje hyaluronzuur in. Het draait hem gewoon. En hyaluronzuur is natuurlijk ook gewoon een stukje extra verzorging voor de droogtelijntjes. Die iedereen wel heeft onder het oog. Dus het is een soort van oogserum en concealer in één. Toch altijd hier. Puur voor de kleur. Deze gebruik ik in de kleur Ivory Beige. Dan heb ik een beauty sponge. En dan pak ik dit puntje. En daarmee druk ik de concealer in mijn huid. Ik weet niet. Met concealer heb ik niet echt één echt mega favoriet. Wat je daar natuurlijk maar zo weinig van gebruikt. En ik vind de concealer eigenlijk bijna altijd wel goed als je de juiste kleur hebt. En je moet er gewoon voor waken dat je geen witte waas krijgt. Want dat is natuurlijk wel altijd, vind ik persoonlijk niet heel mooi. Dan ga ik eerst alvast even een klein beetje afpoederen. Dat doe ik met Laura Mercier. En dan de Translucing Powder Honey. Daarvoor pak ik een lekkere grote fluffy kwast. Altijd even aftikken. En ik doe dat eigenlijk gewoon lekker over heel mijn gezicht. Ik heb niet dat ik dan al, weet je wel, vast mijn gezicht ga shapen. Ik zet eigenlijk alles een beetje vast. En ik ga gewoon heerlijk er even overheen. Heerlijk. Ik irriteer me een beetje aan mijn haar. Ik doe het natuurlijk uit mijn gezicht, zodat jullie het allemaal beter kunnen zien. Maar het zit echt voor geen meter. Dus misschien krijg ik het een beetje zo. In een soort van klem. Zo. Dat is beter, hè? Zo. Alright. Dan, als ik dat heb gedaan, mijn basis is gedaan... Dan ga ik verder met mijn wenkbrauwen. Dat is de stap, de volgende stap die ik altijd doe. En ik doe dat met, let op, eerst even borstelen. En dan heb ik dit. Dit is fantastisch. Ik heb een brow lift gehad een paar weken geleden. Dus mijn haartjes staan gelukkig nog omhoog. En dan ga ik ze dus nog een klein beetje invullen. Ik doe dat met de browsings. Palet van Benefit. En dan heb je eigenlijk, het ziet er niet uit. Maar dan heb je hier de waxjes, die drie. En hier de poeders. Dan pak ik altijd de middelste wax en dan de tweede bruin. En dan vul ik eigenlijk een klein beetje de gaten op. Het zijn niet de gaten, maar waar het een beetje doorschijnend is. Zo. Meer niet. En dan de haartjes. Die vorm ik dan gewoon zo met de
wenkbrauwvorm mee. Zodat ze niet echt omhoog staan, maar mooi vloeiend meebewegen. Zo. Andere kant. Dan doe ik mijn wenkbrauwen altijd ook nog eventjes met een gel vastzetten. Dat doe ik met de Kaya Full Brow Gel in Dark Brown. Daarmee kam ik mijn haartjes nog even één keer goed omhoog. Dan weet ik zeker dat ze de hele dag echt goed blijven zitten. En vergeten mijn lippen te doen. Ik heb hele droge lippen. Omdat er zelfs barsten in zitten. Dus ik doe heel even lipverzorging op. Dit is eentje van Image Skincare. Dan kan dat nog even intrekken. Terwijl ik de rest van mijn make-up doe. Alright. Dan wat ik doe. De volgende stap zijn de ogen. En dat doe ik eerst voordat ik oogschaduw aanbreng, mijn wimpers krullen. Ik krijg best wel vaak berichtjes van meiden en salons. Van, hé, is een wimperlift niks voor jou? Dan blijven je wimpertjes gewoon rechtop staan. Maar dat wil ik dus niet. Ik vind het juist wel... Ja, het werkt bij mij. Ze blijven goed staan. En... Ik ben daar ook een beetje bang voor of zo. Ik ben bang dat ik dan al mijn wimpertjes kwijtraak. I don't know. Dus dan doe ik het maar gewoon niet. Ik vind het niet nodig. Die zitten. Dan gaan we de ogen opmaken. Laatste tijd heb ik mijn Too Faced palet weer helemaal ontdekt. Dit is het paletje Palm Springs. En die heeft dus allemaal een beetje van die bronzen, bruine kleurtjes. En dan pakken wij She's Lit. Deze roze kleur en TFTY. Die twee, die mix ik een klein beetje. Dus brons en pinky. En die druk ik eigenlijk als het ware gewoon zo in mijn ooglid. Ik druk het er echt in, zeg maar. Dus ik veeg het niet, ik dep het. Druk het er eigenlijk in zo. Pop, 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 pop. Zo. Totdat ik het dekkend genoeg vind. Dit is een penseel van Kaya. Dit is zo'n fluffy penseel. Daarmee pak ik de Bayap. Die is vrij donker, bruin. En de Mocktail. Die is oranje. Die mix ik ook. En die doe ik dan in mijn arcadeboog. Dit is een hele dekkende oogschaduw. Ik heb deze dus ooit een keertje online besteld. Maar ik weet echt niet of die nog verkrijgbaar is. Ik zal wel even voor jullie zoeken. Maar dit was ook mijn verliefd op Ibiza palet. Als in mijn show make-up. Die deed ik dan zelf. En dan gebruikte ik dit paletje ook voor. Maar dan deed ik het heel zwaar en heftig. Omdat je dan in het theater moet je natuurlijk meer make-up op. Zodat de achterste rij het ook allemaal goed kan zien. Maar goed. Ik hoef geen show make-up meer op voorlopig. Dus we gebruiken hem weer lekker privé. Zo. Het is een beetje aanwezig nu. Maar dan pakken wij weer een ander klein fluffy penseel. Daarmee ga ik het schoon poetsen. Want ik heb altijd ook een beetje mors hier. En dat is niet mooi. Dan krijg je hangogen. Dus ik maak ze op deze manier weer een beetje liftend. Ook aan die kant. Zo.
En dan ga ik ook een klein beetje aan de bovenkant het iets zachter maken. Het gewoon net iets meer blend. En that's it. Dan, dit doe ik niet altijd, maar wel af en toe. Dan zoek ik eventjes een highlightertje. Dit is een highlightertje voor onder mijn wenkbrauw. Klein beetje. En dat werkt dan optisch net weer even alsof je wat meer gelift bent. Dus dat is een leuke tip om gewoon een klein licht glansje onder je wenkbrauw te plaatsen. Kan trouwens ook oogschaduw zijn hoor. Ik heb nu even de achterkant gepakt van een High Contour Brow Artist van L'Oréal. Maar dan heb ik dus puur het achterkantje even gebruikt voor de highlightje. Dan is mijn stap altijd. Dit is een hele aparte manier denk ik. Maar ik gebruik altijd een primer voor mijn wimpers. En dit is ook altijd de Paradise van L'Oréal. Dit is echt de allerbeste mascara ooit. Primer ook. Maar ik doe dan nu eerst de primer op. En die primer die prept als het ware je wimpertjes mooi voor. Daarbij zul je merken dat je mascara daarna veel mooier zit. Langer blijft ook. Meteen mooi getekend is. Door gewoon meer dat waaier effect hebt. Zo, dan. Dit is dus die gekke volgorde waar ik het over had. Laat ik dit dus intrekken. Gewoon even een paar secondjes. En in die tussentijd ga ik mezelf een klein beetje shapen. Ik heb gebruik daarvoor de Cheerleader Bronze Squat Palet van Benefit. Als je die opent, zitten er van alles en nog wat leuke dingetjes in. Maar ik gebruik de Hoola. Die kun je ook gewoon loskopen. En ik heb hem ook ergens los. Maar waar is de vraag? Ik moet echt gaan opruimen hier. Dus het gaat me puur en alleen om de Hoola. Die andere gebruik ik eigenlijk niet. De Hoola Caramel gebruik ik wel in de zomer. Maar nu absoluut niet. Where are you? Where are you? Where are you? Daar ben je. Dan pakken wij Luxie. Het is eigenlijk een highlighter pencil. Maar die gebruik ik gewoon voor mijn shape. Dus dan pak ik de Hoola. En daarmee ga ik mezelf, mijn gezicht, een klein beetje iets meer definitie geven. Door wat schaduw te creëren in mijn gezicht. En ik breng het eigenlijk helemaal mee hier naartoe. Dus van hier, net onder je jukbeen, doe ik het naar boven. Ik denk dat ik het er niet bij hoef te zeggen, maar toch doe ik het. Voor de eventuele make-up artists onder ons. Of dames die bij de Isa Paris of de Douglas werken. Ik ben natuurlijk geen make-up artist. Hè? Ik doe gewoon wat ik mooi vind. En wat ik gewoon een beetje zelf heb ontdekt bij mezelf. En wat ik uiteindelijk gewoon prettig vind werken. Zoals je ziet neem ik het ook een beetje mee naar mijn voorhoofd. Dus dan wordt je gezicht gewoon mooi gelift ook. En heel belangrijk, je kaak. Zo, vanaf hier trek ik hem echt naar mijn puntje van mijn kin. Dat doe ik ook hier. Hiermee accentueer je je kaaklijn. En ik neem dan altijd een klein beetje kleur mee naar beneden. Voilà. Zometeen ga ik het nog iets verzachten. Maar dat doe ik na de mascara. Want nu is het tijd voor de mascara. Dan pakken wij deze mascara. Dit is de mascara van Maybelline. De Lash Sensational. Hij is bijna op. Want ik gebruik hem eigenlijk nu, nou toch wel de laatste maand. Heel intensief. Die had ik dus gekregen. Van L'Oréal. En ik had op TikTok een paar van die viral video's gezien. Met deze mascara. En toen ben ik hem ook eventjes gaan proberen. Maar ik mix hem dan heel vaak nog wel met de Paradise. Want deze maakt ze gewoon heel lang. En dat tekent ze echt stuk voor stuk.
Zo. Andere kant. Ik heb deze truc al heel vaak meegegeven, maar misschien ben je nieuw nu. Ik plaats altijd een soort van spiegel eronder, dus echt vanaf mijn kin. En dan breng je je mascara aan en dan kun je heel mooi zien dat je hem echt vanaf het hele beginnetje gebruikt of aanzet. Dus dan heb je op elke wimper het maximale qua product wat er dan op kan. En dan heb je gewoon de langste en de volste wimpers. Dat kan iedereen creëren, ook al heb je wat kortere wimpertjes. Dus als je zo mascara doet, pak je echt alleen maar die puntjes. Maar echt van onder zo. Daar grijp je ze allemaal mee. Dan laat ik die heel even voor wat het is. Zometeen doen we nog een laagje. Nu plaatsen we nog heel even een koolpotloodje onder mijn oog. Ik gebruik hiervoor de bruine Longwear Eyeliner van Flower Beauty. En ik gebruik dus bruin. Omdat dat net even wat zachter is dan zwart. Uiteraard. Wat ik dus wat mooier vind bij mijn gezicht. Dan, ja, met zo'n lijntje onder je waterlijn heb je net even wat sterkere blik. Dan doe ik nog even één laag mascara. En die doe ik dan wel zo. Dat ik dan toch al alle haartjes goed te pakken heb gekregen. Dan ga ik er nog één keer heel goed en lekker doorheen. Moet met dit borsteltje dus wel heel erg focussen, want het is een hard borsteltje. Ik had het nu net een beetje. Dan ga je soms in je oog. Dan ga je tranen en dat is echt vervelend. Dus je moet echt goed gefocust zijn voor deze mascara. Onderwimpers doe ik ook met deze. Onderwimpertjes hoeven niet zo heel aanwezig te zijn, maar wel mooi verspreid, zeg maar. Deze spreidt ze dus echt, die van Maybelline. Zo, en dan doe ik dus de Paradise hier nog overheen, want die maakt ze dan nog even wat voller. Zo ziet hij er trouwens uit. Paradise. Van L'Oréal. Maar goed, de mensen die mij al jarenlang volgen, die weten dat dit echt wel mijn number one is. En ik combineer hem dus gewoon vaak nu. Ik vind het gewoon ook te leuk om andere mascara's wel te proberen. En dan vind ik gewoon een combi. Want nu zie je dat ze dus ook nog eens wat voller zijn. Dus that's nice. Maar deze bijvoorbeeld. Dit is de Air. Die is ook vet goed. En er is nog eentje die ik echt heel goed vind. Deze van Maybelline. De Last Sentinel. Maar ik denk dat dit een beetje dezelfde is. De Last Sentinel. De Last Sentinel. Ik denk dat dit de oude variant is. En dit is de nieuwe. Daar was ik ook altijd gek op. En ja. Deze vind ik ook altijd heel goed. De Roller Lash van Benefit. Dus wimpers zijn nu klaar. Dan is het tijd voor de lippen. Laat ik even dat wat ik erop heb gedaan af. Want als het te vettig is, dan is het niet lekker om je lipjes te doen. In mijn handtas mijn lippenstift. Dan de lippen pak ik van Jane Iredale Terra Cotta. Lipliner. En ik overlijn het altijd een beetje. Dan pakken we het kleurtje Dance Floor Princess van Charlotte Tilbury. Die heb ik geshopt bij Wijkorf. Ik heb even allemaal nieuwe kleurtjes gehaald.
Die is heel mooi nude. Zo. En dat doe ik daar overheen. Let op. Creamy lip gloss. Deze is van Fenty Beauty. Van Rihanna. En deze heb ik online gekocht via Instagram. Ik zag een advertentie voorbij komen. Dit is namelijk zo'n mooi gloss. Moet je kijken. Die shine. En als je nou voorzichtig bent. Dus niet heel lomp gaat drinken en gaat eten. Blijft die echt super lang zitten. Toen viel mijn batterijtje even uit. Dus ik heb heel even een break moeten nemen van 10 minuten. Ik heb hem even snel opgeladen. Ik weet eigenlijk niet meer waar ik gebleven was. Maar deze Creamy Lip Gloss van Fenty Beauty. Dit is de kleur Fenty Glow. Gloss Bob Cream. En dus echt zoals je kunt zien heel mooi shiny. Alright, dan gaan we highlighten. Dan heb ik hier van Maria Malky. Een highlighter die heet Be Classy. En ik heb een heel schattig highlighter penseeltje daar ook bij gekregen. Dit is wel snoezig. Ik weet niet of je het kan zien. Maar hier staat dan mijn naam Laura. Deze heb ik opgestuurd gekregen. En dit is dus ook weer zo'n voorbeeld van je krijgt iets opgestuurd. Je probeert het uit. En ineens kom je erachter van hey, I like it a lot. Dan heb je weer een nieuw product. Dus natuurlijk ontzettend dankbaar. Dat ik af en toe hele fijne producten opgestuurd krijg. Ik kan daar nog steeds niet aan wennen, zeg maar. Beetje hier, een beetje daar, een beetje puntje van mijn neus. En een beetje boven mijn lip. Moest ik eigenlijk, zeg jullie eerlijk, ik heb een gekke volgorde gedaan. Ik doe eerst altijd highlighter en dan pas lippen. En nu heb ik het andersom gedaan, ik weet niet waarom. Maar dan pakken we een groot fluffy penseel. Deze is van Kaya, de F02. En daarmee blend ik mijn shape nog even uit. En ook mijn highlighter, waardoor het dan iets minder hard op het gezicht wordt. Zodat het gewoon iets zachter allemaal. Zo. Dan gaan we eens even kijken wat we kunnen maken van het haar. Gewoon lekker los. Ik had het gewassen vanochtend. En ik heb het gewoon laten opdrogen aan de lucht. Niet gefuimd. Geen model erin. Ook wel eens lekker, hè? Voor je haar. Gewoon even lekker niks. Zo. En dan is dit dus echt de final result van mijn dagelijkse make-up. Ik hoop natuurlijk ook dat je wat aan mijn tips hebt gehad. Nogmaals ga ik alles even opzoeken online en zal ik het in de beschrijving plaatsen. Om hem helemaal af te maken vandaag doen we het nieuwe geurtje van Guess op. Bella Vita. Ik vind het namelijk een hele mooie naam. Bella Vita betekent mooi leven. Ik doe het achter mijn oor een beetje. In mijn nek, dus niet hier. Dan gaat je foundation die je daar dan hebt ook weer een beetje lelijk worden. Dus echt hierachter. Eentje daar. En eentje daar. Oh. En dan het liefst ook nog wel stiekem eentje mijn haar. Twee mijn haar. Zo, dan ruik ik ook meteen lekker fris. En ja. Is dit de look? Geen eyeliner. Dat is iets wat ik eigenlijk heel weinig doe. Eén keer in de twee weken of zo. Er waren echt tijden dat ik dat altijd deed. Nu niet. Ik vind mijn gezicht iets zachter. Iets fijner om naar te kijken. Zonder eyeliner. Met eyeliner is meteen bam. Here am I. En dat hoeft niet altijd. Dat neemt niet weg dat als je weer ooit uit mag gaan. Of een leuk feestje, première of evenement hebt. Dat je dan even net even. Dat je een keertje wat extra's kan doen. Want ik vind het wel leuk. Maar mijn daily make-up is zonder eyeliner. Oké, lieverds. Geef me een duimpje omhoog als je dit leuk vond. Ik ben er rustig doorheen gegaan. En oh, ik vergeet eigenlijk een beetje blush. Dat doe ik wel heel vaak. Ik heb een blush van Kevin O'Quine. Geen idee of ik dat zo uitspreek. Dat is een klein schattig blushje. Maar heel zacht roze. Dan pak ik wel die kant. De meer roze kant. En die doe ik dan nog een heel klein beetje. Echt hier. Op. Echt op dat wangetje. Weet je wel? Dus een beetje voor die highlighter. Zo.
En dan nog één keer met die grote fluff. Dan is het mooi geblend. Nou, mijn batterij heeft het net gered, want hij gaat weer uitvallen. Dus geef me een duimpje omhoog, wil je meer van dit soort video's zien. En bedankt voor het kijken. Mocht je nog vragen hebben over make-up of producten die ik gebruik, let me know in de comments. En dan ga ik ze allemaal voor jullie beantwoorden. En voor nu, een hele dikke smoochie kus voor jullie. Doei!